Vandaag is het National Coming Out Day. En we zijn eruit gekomen, coming out, om te bewijzen van deze groep is er. En dat we toch wel aandacht moeten besteden aan deze groep. Coming out, coming out. Coming out, yes. Wat willen de gays uiteindelijk? Ten eerste willen dat er meer bekendheid aan wordt gegeven aan seksuele oriëntatie, want het is nog steeds een probleem. Daarnaast willen we ook een zekerheid hebben, gebaseerd op onderwijs, gezondheidszorg, als ook de overheid. It's okay to be gay, it's okay to be gay. Is dit eenmalig? Nee, dit is, we doen op een jaarlijks terugkomend event. En dat dit eigenlijk ook een eye-opener moet zijn voor degene die nog in de kast zit. Ik loop mee om deelgenoot te zijn van het gebeuren. Als het ware schrijft Suriname een stuk geschiedenis in het gay gebeuren. En het gay gebeuren in Suriname, hoe zou je dat beschrijven? Het gay gebeuren in Suriname, ik zie het nog steeds als een taboe. Men wordt nog steeds gediscrimineerd. Meneer Giriasing, waarom loopt u mee vandaag? Ik loop mee om te ondersteunen. Ik maak te veel dingen mee van mensen die seksueel anders geaard zijn. Vooral kinderen die door hun ouders worden mishandeld, worden afgetuigd. U heeft dat gezien op de tv, hoe een jongen wordt afgetuigd omdat hij homo is. Ik maak het mee in de discotheken. Ik maak het mee waarbij mensen, kinderen, vooral meisjes, dat aangeven en niet wordt geaccepteerd door de ouders. En die op met de dag worden afgeranseld omdat ze seksueel anders geaard zijn. En daarom loop ik mee om te ondersteunen. It's okay. It's okay. It's okay. Ik ondersteun dit initiatief. En ik ondersteun elk initiatief dat heeft te maken met mensenrechten, minderheidsgroepen. En dat mensen zich niet onderdrukt mogen voelen in Suriname. Vooral niet op zo'n intiem ding als hun seksuele geaardheid. En daarom doe ik mee. Dat we leuke meisjes zijn en dat we weten. Daarom komen wij overal. Overal. Ik vind die homo mensen ook wel leuke jongens hoor. Maar ieder zijn meug, zouden we zeggen. Maar laten we accent van de... Het is erg belangrijk, ik maak er dus geen grapje over. Laten we accent niet verleggen met het grotere werk, het serieuze werk waarmee we bezig zijn. We hopen dat de regering van Suriname niet maar blijft zeggen dat het geen prioriteit is, maar dat de acceptatie van homoseksualiteit tot een van de speerpunten van het mensenrechtenbeleid zal maken om ook in Suriname een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke acceptatie van homoseksualiteit. Waar het om gaat, is dat uiteindelijk iedereen het recht heeft om zichzelf te zijn, hetero, homo, biseksueel, transgender of welke geaardheid dan ook. We are proud and just came out to you. Dankjewel. Vandaag is het niet alleen de internationale coming out day, de eerste keer hier in Suriname, maar het is tevens ook de launch van de Suriname No to Hate campagne. Hey, 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 hey.